Bij mij staat Gery Vink, trainer van Ajax A1 op Copa Amsterdam. Gery, jullie hebben net de wedstrijd tegen Fluminense behoorlijk hard verloren. Wat is je beoordeling van deze wedstrijd? Nou ja, je zegt het al terecht. We hebben eigenlijk een beetje touws op onze kop gehad in effectief omschakelen. En ja, de kansen die je dan krijgt, die ook direct scoren. En ja, daar hebben wij natuurlijk niet goed op geanticipeerd. Ik vind dat we wel onze kansen gecreëerd hebben. Maar ja, als ik zie wat voor overtuiging zij de goals maakten en de kansen die wij uiteindelijk hebben gehad en uiteindelijk maar 1 goal gemaakt hebben, ja, daar zie je dan wel een groot verschil in kwaliteit. En dat terwijl de openingswedstrijd tegen HSV natuurlijk behoorlijk voorspoedig verliep met een 3-0 zegen. Als je die twee teams vergelijkt, is Fluminense dan zoveel beter of was Ajax gewoon zoveel slechter deze wedstrijd? Nou, van beide. Ik vond dat Hamburg niet zo'n hele sterke ploeg heeft. Fluminense is volgens mij ook, als je kijkt, toch wel in de leeftijdscategorie waar zij zijn, ze toch wel een hoogstaande ploeg die in de kwaliteit gewoon een hele goede ploeg is. Ja, je ziet natuurlijk, als wij zo kijken naar ons elftal, die natuurlijk erg jong is. We zijn hier met allemaal tweedejaars B, eerstejaars B en een paar eerstejaars A's. Dus we hebben een erg jonge groep. Dat zie je dus ook in de fysieke gesteldheid in de loop van zo'n wedstrijd als vandaag. Dat we natuurlijk, het ziet er hartstikke leuk uit, maar als het echt even moet, dat we in de snelheid om moeten schakelen, even duels moeten winnen, ja, dan hebben we dus wel een kleine achterstand nog. Dat is niet erg, want er zit wel 3 jaar leeftijdsverschil in. Heel leerzaam. En vandaag van deze wedstrijd ja, moeten we ook weer onze dingen uithalen en uiteindelijk ook weer met de jongens ook bespreekbaar maken. Want direct staat er weer een wedstrijd en dat is weer een mooie. Je kunt het direct weer gewoon recht zetten. Nou, je zegt het net al, voor de jongens is het een mogelijkheid om te leren, zo'n toernooi. Nu speelt een speler van Ajax, Ezra Walian, speelt bij Ajax Cape Town mee. Hoe is dat zo gebeurd en hoe beoordelen jullie hem tussendoor? Nou ja, heel simpel. In de samenwerking die wij met Cape Town hebben, is dit denk ik een hele logische keuze die we nu maken voor spelers die voorop staan in de ontwikkeling. Kijk, als je kijkt naar de bezetting van de posities wat we hier hebben, hadden we bijvoorbeeld als je Ezra Walian hadden we 4 spitsen. Nou ja, 4 spitsen voor 1 elftal is best wel lastig om iedereen evenveel speeltijd te gunnen. Nou, dan zijn we gaan kijken. Nou, in de samenwerking met Cape Town, dan speelt zo'n Ezra ook zijn minuten dit weekend. Nou, en uiteindelijk is het na het weekend belangrijk dat iedere speler zijn ontwikkeling weer heeft gepakt in het minutenspelen, de ervaring. Dus dat is eigenlijk de achterliggende gedachte. En andersom heeft Ajax natuurlijk 2 spelers van Cape Town in de verdediging op proef. Hoe bevallen zij tot nu toe? Nou ja, die jongens kennen we al wat langer. Die zijn ook al een paar weken bij ons aan het meetrainen. Kijk, bij ons is het ook natuurlijk zo gekomen dat alle tweedejaars A op vakantie gestuurd zijn. Want die sluiten op 16 juni bij Jong Ajax en Ajax A1 aan. Dat begint de voorbereiding. De eerstejaars Damien Mirani en Damien Verbrugge, die zijn ook met vakantie gestuurd. Dat is je centrale duo. Nou ja, dan komt het natuurlijk uitstekend uit dat we deze 2 jongens ook voor ons een heel goed beeld te krijgen, ook om de beste omstandigheden, of ze goed genoeg zijn om in onze opleiding toe te treden. Dus ja, uiteindelijk is het aan beide kanten een win-win situatie. Vanaf volgend seizoen gaat Ajax een nieuwe stap nemen in het begeleiden van jonge spelers, namelijk het roleren van trainers in de jeugd. Kun je daar iets over vertellen? Nou ja, eigenlijk is dit al een mooi voorbeeld hoe we dat met elkaar oplossen. De situatie is uiteindelijk als volgt. Iedere trainer had afgelopen seizoenen een vast elftal. Daar werd wel veel in gerouleerd van spelers in de A1, in de A2 of in de B1, waar ze nog mochten spelen. Nu is het zo dat de trainers 6 weken lang op hun elftal zitten. Dus 6 weken op de A1, 6 weken op de A2, 6 weken op de B1 en dan 6 weken geen vast team. Dan loop je mee. Je krijgt wel 10 spelers onder je hoede. Daar word je mentor van. Die spelen of in de B1, A2 of A1 en dat wordt jouw pak je aan dat seizoen voor die 10 spelers waar jij uiteindelijk de mentor van wordt. Nou, en op de zaterdag heb je dan 3 keer een team en dan 1 keer een cyclus van 6 weken heb je dan geen team. Maar dan kun je gewoon die jongens gaan bekijken die dan waar spelen. En dat is in die situatie, die wordt dan het nieuwe seizoen ingezet. Je zou wel kunnen stellen dat met deze aanpak nog meer wordt gezorgd voor de individuele ontwikkeling van een speler. Ja. In tegenstelling tot het hele teambelang, want de individu staat bij Ajax voorop. Kan het geen problemen opleveren voor de stabiliteit van een elftal? Ja, je hebt natuurlijk wel te maken met het teamproces. Waar je natuurlijk zit als je natuurlijk een vaste technische staf op een elftal, heeft. Ajax heeft maar 1 remedie. Dat is eigen jeugdspelers afleveren bij Ajax heen. Dat is eigenlijk de kern van het verhaal. Ja, belangrijk is natuurlijk wel dat je eenduidig dezelfde taal spreekt. Het kan niet zo zijn dat Pietje linksom gaat en Jantje gaat rechtsom. Ja, dan krijg je verwarring. Dus alle trainers zullen wel in de filosofie hetzelfde moeten vertellen wat er op een bepaalde positie gevraagd wordt of op een bepaalde manier van spelen gevraagd wordt. Nou ja, dat zal de toekomst uitwijzen. Nou, aan het eind van de week begint het WK natuurlijk. Even een korte vraag. Wie denk je dat wereldkampioen wordt? Nou ja, ik denk Brazilië, omdat ze in het thuisvoordeel zijn. En ja, ik denk dat de Zuid-Amerikaanse ploegen sowieso meer in het voordeel zijn, omdat het klimaat heel erg bij hun past. En ook dat ze natuurlijk een hele goede ploeg hebben. Maar ik denk ook, als ik Van Gaal kennende, die zet er gewoon een hele stabiele ploeg neer, heel functioneel. Dus ik hoop ook dat Nederland ook ver gaat komen. En ik denk ook wel, als ze een beetje mazzel hebben, dat ze ook ver kunnen komen. We gaan het zien. Dankjewel.